Hey mensen, welkom bij aflevering 2 van The Survival. Yeah, van The Survival. Oh, het is een andere survival. Maar het is ook een leuke survival. Want het is de survival serie. Oké, Flora, waar ben jij? Oké. Okay. Wat heb je hier allemaal? Wauw. Hier ook gewoon Oké, maar ik weet niet waar Floor is, maar ja. Ik doe maar even wrestle change, dan kom ik wel bij Floor terug, denk ik. Zo. Wist dat je in zo'n normale game ook kan afgaan. Survivor! Ik vind het absoluut een leuke survive, maar ja. Waar is Floor? Wie wat? Ik zou hem wel vinden. Ik zou Floor wel vinden. We gaan Floor zoeken. Oh, ik zie Floor geloof ik aan de overkant. Ja, dat is ze geloof ik aan de overkant. Wat ben je van plan met die hamer? Maar kun je met die hamer ook mensen afmaken in de game? Nee! Ik weet het niet, maar dit is de zuid. Dit is de zuid. Nee, ik geloof het niet. Oeh. Zo! En dat het kan! Nou, eigenlijk denk ik dit zelf. Ja. Maar goed. En wat is de bedoeling van de survival eigenlijk? Ik weet het eigenlijk helemaal niet wat de bedoeling is van de survive. Van de survive. Ik kom Er zijn wezen! Wat er geen wezen zijn! Zo! Griezelig! Zo, door! Help! Dit is echt griezelig deze game. Ja, dat zeg ik nog wel, hè? Zo van. Help me! Wow. De wezens springen gewoon ook duidelijk naar beneden, omdat ze weten dat wij naar beneden. Nou, je hebt ze nog niet. Ik zal ze maar naar jou lokken. Ja, ga maar achter me. Nee. Kom op, joh. Nee, ze maakt me de hele tijd af. Ja, ik moet ze gewoon daar in lokken. Oh.
Als ik ze ergens kan lokken waar lava zit. Oké. Lava freaks. Kom maar hier. Yep. Vuile truc. Vuile, vuile truc. Van... Oh jee. Ze maakt het. Kom maar hier. Kom. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Kom maar achter maar. Kom maar achter maar. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Floor. Help me. Ze zit achter me aan. Ze zit achter me aan. Red me. Floor. Floor, ik ben hier. Floor. Floor. Red me. Floor. Oh. Rotbeest. Dat is echt een rotbeest, dat hè. Ik heb ja, rot. Dat is echt een rotbeest. Oh, oh, oh. Hé, hey, het is voorbij. Nou, Ze zijn allemaal weg. Oké, maar nu wil ik dus weten wat de bedoeling is van de survival eigenlijk. Ja, oké, ik wacht, ik wacht. Er staat dag 1. Dag 1. Oké. Ja. Precies. Dus nu kan ik rustig naar Floor zoeken. Er is ook wel lekker rustige muziek tussen. Oké, Floor. Ik kom naar jou toe. Want we vragen jou. Wat nou precies de bedoeling is van deze survival, oké. Oké, wat is de bedoeling van de survival? Floor, leg het maar eens uit. Leg het maar eens uit. Nee. Oh, is het... Oh, dat is de bedoeling. Oké. Zodat ze niet meer aan kunnen vallen. Een hamer. Heb je die dan? Heb ik dan een hamer? Oh, ik kan een hamer halen. Oké. Ga ik dat wel even doen? Oké, ik heb geloof ik al een hamer. Hamer. Ik heb een hamer nodig om al die wezens weg te houden. Die wezens pakte mij net en ik wil niet dat ze me nog een keer pakken, dus. Wauw, ze hebben allemaal zo'n wapen, maar ik heb helemaal niks. Nee, ik heb helemaal niks. Weet je, dit survival is gewoon niet de survival die we vandaag deden. Ja, dat weet ik, maar ik ga even naar de survival zoeken die wij vanochtend hebben gedaan, want dat was eigenlijk de survival waarmee we bezig waren. Stap. Even kijken, waar staat de survival? We moeten nog toestaan in de survival, want die hebben we vandaag gedaan. Waar is het? Ah, oké, hier. Ga ik even mijn intro maken.